Ja, tuurlijk, wij winnen niet zo vaak dik. En vandaag hebben we gewoon goed niveau gehad en aardig wat goals gemaakt. Waren jullie opvallend sterk of zij opvallend zwak? Dat is altijd de vraag, hè? Maar ik had de indruk dat op dit moment Excelsior misschien wel zwakker was dan jullie goed waren. Ja, ik denk dat het ook gewoon aan ons lag. Ik weet niet of het Excelsior zwak was of niet, maar de eerste kwartier, 10 minuten hadden we gewoon echt lastig. En na die eerste en tweede doelpunt gingen zij gewoon uit elkaar en speelden wij gewoon ons eigen spelletje. En kwamen er heel veel ruimtes, we creëerden gewoon echt heel veel. Dus ja, iedereen haalde gewoon goed zijn niveau. Misschien speelden we niet allemaal op onze top, maar iedereen speelde wel gewoon een dik voldoende bij ons. Had je dat verwacht, dat je zo'n uitslag neer kon zetten tegen deze ploeg? Nee, aan het begin niet, tuurlijk. Ze hadden thuis nog niks verloren dit seizoen, dus je komt hier wel naartoe. En wij hadden ook uit, hadden wij volgens mij een slechte reeks. Dus hier kom je sowieso naartoe met een, niet met bibberende knieën, maar ik bedoel, je komt hier wel naartoe van we moeten wel aan de bak. En achteraf is dat wel dik meegevallen.